Ja, ik had een error 404, de gameplay not found error. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon X Avatalok met Gaming SB. En het is tijd. Ja, we hebben een groot probleem zoals je op mijn scherm ziet. Wat is het grote probleem? Ik ben het eventjes aan het fixen. Heb je weer iets voorbereid? Wat I did it. I fixed it. Fixed it. Yes, she did it. Ja, ik was even, ik moest even helemaal in de game hacken en zo, zodat de error wegging. Wat voor error had je? Ja, ik had een error 404, de gameplay not found error. Oké. Die heb je heel, soms heb je die in de game, maar dan moet je even wat hacken en dan komt het helemaal goed. Hij heeft weer zitten kutten. Oké, welkom! Sander heeft vorige aflevering 2 Pokémon's verloren en nu is hij op weg naar Curaway Town. Ja, voor zo'n Heatmore. Ja, dat klopt. En ik ben in Curaway Town. Heatmore, where you at? En ik word aangesproken door mijn grote vriend, hoe heet die gast ook weer? Professor Sycamore. Daar word ik zo Sycamore van, hè? Ah, ik wou dezelfde grap maken, maar toen dacht ik, nee, laat ik dat maar niet doen. Dat is echt waar. Ja. Oh, Gear Dudes, leuk. Die ken ik. Die zit in Pokémon ook, toevallig. Wist je dat je toevallig Pokémon speelt? Oh, wat grappig. Oh, vandaar. Wow, yo, ik moet opeens tegen Sycamore vechten. Oh, deze gasten hebben Sturdy. Waarom? Waarom dacht ik, nee, ik doe wel gewoon een surf. En dan gaan ze allemaal dood en dan krijg ik XP. Hebben ze Sturdy? Dat is wel goor dat ze Sturdy hebben. Dat had ik ook niet verwacht, eerlijk gezegd. Ja, eigenlijk, als je erover nadenkt wel, maar ik had daar niet over nagedacht. Nee, nou, gelukkig was het er maar één. En kan ik, als zouden ze alle 5 Sturdy hebben, dan is het met 2 surfs te doen, dus dan is dat nog de moeite waard, hoor. Maar het is wel gewoon onzin. Het is wel gewoon onzin, ik ga je ook met je zijn. Volgens mij is het juist heel casual zo net een trainer ontlopen. Wow, deze Venusaur heeft ook Sturdy, dat is niet waar, maar hij leeft op 1 HP. Beetje jammer. Oh. Hidden Ability Sturdy? Je zou het bijna denken. Heatmore, ga even in zo'n Great Ball. Is het heat more of heat less? Nee, wel more. Oh, oké. Dat is tegen de Durants, toch? Omdat die Durants kregen zo'n metal coating en toen dachten ze, nee, help. We zijn Bugtype, wat moeten we tegen metal coating doen? En toen, hey, laten we gewoon vuur worden. Ja, slim idee, ja. Ja, de Pokémon lore is gewoon die heat more, zeg maar. Die heat more table, de... Zo van, jongens, we hebben een probleem. De Durants worden te goed door hun stiel. Ja, waarom worden we niet gewoon vuurtype? Ah ja, slim idee, ja. Dat is sowieso hoe het gegaan is. Dat denk ik ook, ja. Ik denk echt dat hoe de revolutie is gegaan, inderdaad. Deze gast, echt. Zo'n Great Ball, dat is favoriet volgens mij. Want hij doet 3 keer in een Great Ball shaken, maar in zo'n Ultra Ball doet hij geen 1. Nou, dan weet je wat je te doen staat. Ja, ik doe zo'n Great Ball, maar... Oh, die wil die nu ook niet meer, hoor. Nou, ik ben zo klaar met jou. Zo klaar met jou. Helemaal klaar. Helemaal klaar. Hoe ver ben jij nu? Ben jij al bij die volgende town dan? Of, ik was na 5 minuten in de vorige aflevering al in die town. Alleen, toen ging ik shiny hunten. En ik ben nu nog steeds in die town, alleen ik ben nu tegen de zieke moor aan het vechten. Fuck. Hij was echt 3 shakes weer. Maar, ja, dat is kut. Nee, geen eater. Jawel. Goed, ik heb Sycamore in elkaar gehakt. Ja hoor, hij zit eindelijk. Nou, dat heeft even 53 uur geduurd ongeveer. Zoiets. Oh, maar 53 uur. Plus minus hoor, plus minus. Dat is ongeveer wat er tussen ons zit in de game. Ik noem hem... Gewoon negeren ook.
ik had wel verwacht dat ik die Megastone zou krijgen, of heb ik die al? Ik ga hem gewoon vertalen. Ik ga zijn naam gewoon vertalen. Nee, niet een verderf, gast. Je bent niet dood. Bruh. You're not dead. Yet. Oh, wat? Evalueert hij? Ik heb ineens zo'n Durant hier. Oh, die kan ik ook vangen. Dat is wel Steel-type. Dat is misschien ook wel gunstig. Ja, ik heb hem ook gevangen. Is beter dan zo'n... Hoe heet het? Weet ik niet wat je wil gaan zeggen. Burmy of zo'n... Nou, misschien Escavalier. Oh ja, die is natuurlijk ook Steel. Ja. Maar... Ja, stop. Ik wil gewoon mijn shiny terug. Maar dat gaat sowieso niet gebeuren, dus ja, daar kan ik wel heel boos op. Die heeft niet heel veel glory gehad, hè? Nee. En dan was hij ook nog zo kut om te trainen in het begin. Oh. Sad. Oh, nu moet ik volgens mij tegen Serena vechten, of tegen Shanna, of tegen al die vieze vuile bitches. Oh man. Pa. Ik moet tegen Shanna. Ja. Met een Delcatty, jouw favoriete Pokémon. What did I do? Heb je iets kapot gemaakt? Sander? Ja? Wat is er? Hij loopt vast. Sander. Ja, mijn Citra loopt vast. Nou ja, mijn Citra niet, lijkt het. Ja, nee, mijn Citra loopt vast. Ah. Moet je even opstarten, gelukkig heb je vlak van tevoren nog gesaved. Is dit? Ik weet het niet. Die error was nog aardig accuraat, dus ook nog. Je hebt het gewoon op jezelf afgeroepen, Sander. Ja. Dan moet je alleen je hero opdeel vangen. Sorry dat er aan mijn kant nu geen gameplay is, maar daar heb ik iets voor. Ik heb daar zo'n error voor. Hey. Hey, dat is het enige gunstige, dat je nu tenminste iets op mijn scherm ziet. Yep. Totdat de gameplay weer terug is, dus... Dat is zeer zeker waar. Ik zou het vergeten niet meer uit te zetten. Nee. nu moet ik hem weer opnieuw vangen natuurlijk ook. En ik weet ook niet of ik nu op de goede plaats ben, of dat ik weer helemaal... Je kan het, Sander, we geloven in je. Ja, maar dit vind ik gewoon nice, streak. Van Citra. Dat is het ook. Ik weet niet waarom, maar heel eventjes in mijn hoofd wilde ik bijna Suira gaan zeggen. Toen dacht nee, dat is niet hoe de emulator heet. Dat is mijn bro. Ik dacht dat je Simon wou zeggen. Nee, want die lijkt niet genoeg of zo. Okay. Op de naam Citra. Moet ik nou ook tegen Tierno gaan vechten? Doe eens even normaal, jongens. Oh, kijk ook weer die holoclip. Als je het niet erg vindt, ik ga nu... Ja, versnel maar. Dat is geen probleem. Tot waar je was. Oké. Is dit zo'n Durant? Ja, oké. Nou, dan gaan we nu eerst de Durant vangen, want waarom niet? Ik denk dat hij het niet leuk vond dat ik hem Stalman ging noemen. Dat is het, denk ik. Probeer het nog een keer, kijk of hij weer... Straks dan boycott Nintendo gewoon... Oh, hij doet dik, dan kan ik hem zeker niet. Je kan hem wel vangen, volgens mij. Je kan hem alleen niet verzwakken. Oh, nou, oké. Dat lijkt me... nogal raar, maar oké. Ja. Hey, ik heb Stalman. Let's go. Let's go. Hey, had je gezien dat ze nieuwe kleuren aan Among Us gaan toevoegen? Nee. Oh. Not excited. Oh, ik ga hem direct zeven. Zo. Citra wordt gedwongen om Staalman in het team te hebben. Ja, precies. Not again, sir. Not again.
Laten we deze gast eventjes in de box doen. Dan, wie nemen we mee? Ik denk dat Kangaskhan het beste is. Wie heeft Peter Moes? Dick Ironhead Crunch Bugbite. En Escavalier heeft... Ja, Cup Moes. Oké, nou dan weten we dat ook weer. Dan nemen we gewoon Kangaskhan mee. Oké. Dan moeten we nu op zoek naar zo'n Heatmore. Oh, dit is wel zo'n Torkoal. Die mag ik ook vangen. Ga ik dat doen? Ik heb geen idee. Ik doe wel Water Shuriken, dus... Oh, die is heel slecht. Daar kom ik net achter. We hebben die hit meerdere keren. Ja, maar alsnog is die ook best slecht. Oh, oké. Doe maar zo'n Pokeball, want... Zo'n Torkoal. Ik hoef hem niet heel erg graag. Ik weet niet, misschien heb ik hem al. Nee, er staat geen Pokeballetje bij. Oh, doe maar weer zo hoor. Doe maar weer zo moeilijk. Sjoe, jongen. Domme Torkoal. Oh, nevermind. Sorry dat ik je dom noemde, Torkoal. Ja, nu liefde. Ik noem hem... Coal, hoor. Moet nou, mijn nou favoriete game. Minecraft. Coal, hoor. Oh, het past denk ik net. Tussen haakjes, MC, Minecraft. Goed dat je dat eventjes erbij zet, anders had niemand het gesnapt. Nee, maar dit is heel belangrijk. Oké, ik heb ook weer een Torkoal, direct 7. Nee, dat hoeft niet. Nou, ik ben nu wel geneigd om het te doen, maar laat ik het maar niet doen. Straks dan is de opname gevalt en dan ben ik ineens een stuk verder. Ik heb echt... Je moet op een gegeven moment echt een paar van die... Nou ja, ik wil ze niet rivalen noemen. Maar wel een paar van die main characters achter elkaar. Ik heb nou Sycamore, Shauna, Trevor en Tierno achter elkaar. En dan moet ik zeker ook nog tegen Serena zo meteen. Kijk, dat je ze... Rivalen noemt, daar had ik nog wel genoegen meegenomen. Maar je noemt ze nu main characters? What the fuck, gast? Doe even normaal. Ja, je snapt wat ik bedoel. Main characters, tjoh, jongen. Dit vind ik erger dan dat je ze rivaal had genoemd, hoor. Dus. Sander. Shit, fuck up. Kijk uit voor... Nee! Oeh, 3 AP. Niks aan al. Heatmore, kom op. Heatmore, doe even. Sensus, nee. Hey Sensus, heb je ooit gehoord van zo'n Heatmore? Je mag hem wel even roepen, want ik heb gehoord dat ze geëvolueerd zijn zo... dat ze die steel bug aan kunnen. Die Durant. Kom op, Geodude. Doe nou niet zo klote. Jawel. Graveler, nou fuck. Ja. Ik ga dit naar Paddy sturen, dan heeft hij iets om je mee te pesten. Nee, dat hoeft niet. Ik wil gewoon zo'n Heatmore. Auw! Kurder, doe nou niet! Jawel. Torkoal, doe nou niet. Even denken. Florgus is alleen Fairy, geloof ik. Dat is een probleem. Nee, die is ook al... Gras, want die heeft allemaal gras om zich heen. Ja, maar volgens mij is dat niet zonder. Mian. Rant, nee. Ik had hem moeten save zo net toen ik... Mag ik hem inhacken? Nee. Ik had hem wel zo net, dus... Nou, ik word echt night. Kan gebeuren. Oh, Laron. Die mag ik niet hoor. En gewoon. Die had ik nog niet gezien. Dus ik had eventjes hoop. Maar. Valse hoop had ik. Toevallig bij me. Oh, misschien in die bloemetjes komt hij misschien meer tegen. Nou, ik merk er nog weinig van. Maar. Waar kom ik ze meer tegen? In de bloemetjes of in het gras? Geen idee. Ik heb. Nee, niet weer vastlopen. Oké, nee, hij doet het weer. Oké, ik ga even kijken voor je, ja? Ja. Ding, 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 ding. Loop,
1000 uur achter vergeleken met jou. Oh, hij is 5%, vandaar dat hij pittig is. Ja, maar ik had hem net. Alleen in de shaking areas heb je veel kans dat je hem tegenkomt. Shaking areas? Ja, dat zijn die bosjes waar zo'n Pokémon in zit, zeg maar. Wat? Daar What? Heb je kans. Ja, maar vond ik hem namelijk gewoon in het gras. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. 5%. Oh, en in die shaking area? Ja, daar staat geen percentage bij, maar dan is het of Durant of een Heatmore. Oh, oké. Okay. Oh, dit was een slecht idee. Nou, dit was zeker een slecht idee. Ah, nee, niet vechten. Die Trevor heeft nog best goede Pokémon's. Nog, oké. Weet ik niet. Ik zal er ook nooit komen als het zo doorgaat. Altijd zo sad meteen, hè. Jongen, weet je hoeveel... encounters ik al... Ik heb al meer dan 20 gedaan. Nee! Waarom ben ik zo... Oké, dit was mijn schuld. Maar alsnog haat ik het. Oh, ik weet je wat ik haat? Ik haat Trevor. Ik haat mijn leven, volg. Dat kan ik me wel voorstellen. Oh, echt. Straks dan zijn we de aflevering klaar. En dan, wat heb ik dan gedaan? Helemaal niks. Ja, Durant. Kan, volgens mij zitten echt alleen maar Durant in die shaking areas, hoor. Of niks. Oh, is een Sandslash. Die heb ik eerder gezien al. Ja, Sandslash is ook 20%. Oh. Ik word zo moe van die Aerodactyl, hè. Jesus. En dan hit ik mezelf ook nog in Confusion. Wauw. Hé, hé. Oh, oh, jongens. Nou, hé, hé. Ik heb hem eigenlijk. Oh, ja, als je killt, hè. Greninja, dan haat ik je echt. Oké. Okay. Dank je. Ultrabal. Ah, nee. Ga maar weer moeilijk doen met je ultrabal. In. Blijven. Dank je. Hé, dat werkt. Hoe had ik hem genoemd? Ik heb niet eens al meer een idee. Oh ja, heet meer. Ik had hem vertaald. Ik weet het weer. Origineel. Ja, vond ik ook. Ja, toch. Iemand moet het voor Google translaten. Precies. Nou, dan kan Kangaskhan er ook weer uit, want die heeft volgens mij ook vet slechte moves. Dit is helemaal niet ethisch verantwoord, dat wij hier met z'n vieren, midden op de brug, een Pokémon battle aan het doen zijn. Die brug die stort toch in elkaar. Daarnaast is het ook niet 1,5 meter, denk ik. Nee, maar dit is een spel uit 2013 of zo. En toen hebben ze het niet eens geforeshadowed. Nou, dat vind ik wel, dat vind ik slecht. Oeh, HM5, waterval. Oeh, dat is wel goed voor mijn Azumarill. Ja. Want die is fysiek namelijk. Wou ik zeggen, oh, leeft die nog? Maar tuurlijk, jij hebt geen één Pokémon verloren, zowat. Sande, doe eens niet zo. In die aflevering die ik als laatst geëdit heb, dat is aflevering 23, denk ik, kom ik opeens fucking dichtbij. Dan heb ik er 8 en jij 10 deads. Dat is nu alweer anders, maar... Nu staat het, 15-8 of zo dan? Nee, ik denk 12-8. Ah. Ik was net wel bijna mijn jouw stuk kwijt, maar gelukkig leeft hij nog op 3 AP. Ja, hier, dit bedoel ik, jij hebt ook altijd zoveel geluk. Oh, Sander, flikker op. Ik ben gewoon salty omdat mijn games net vastliep. Kan ik me voorstellen. Maar je hebt met de versnelknop best wel een beetje kunnen inhalen. En je bent bijna net zo ver als ik. Nee, want ik heb net een Heatmore. Ik ben nog niet eens bij die nieuwe stad, hè. Oké, maar dat is echt heel dichtbij. Dat is echt maar een klein stukje. Je hoeft niet door de grot trouwens. Dan weet je dat alvast. Nee, maar ik ben wel elke Pokémon aan het bevechten. Want ik wil dat mijn Heatmore beter wordt, zeg maar. Nou, oké. Okay. Dus als ik een Pokémon tegenkom, dan ga ik niet zo doen van... Ah, ik ga runnen. Dus ja. Vandaar dat het allemaal zo lang met je duurt.
Oh, geef dat maar weer de schuld. Weet je hoe lang ik die Heatmore weer opnieuw op moest zoeken? Weet je hoe lang dat duurde? Nee, ik wil Crunch. Forget. Fiend Attack? Die mist nooit. Fall Play? Was beter. Oh, Fall Play is beter. Nou, dan doe ik geen Crunch. Is Fall Play beter dan... Ja. Dan Crunch? Ja. Qua power dan, hè? Ja, maar ook qua dingen die je moet doen om Fall Play te kunnen opdoen, zeg maar. Of... Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Fall Play lowert ook nog eens de fans. What? Volgens mij. Dus... Ja, de the higher the target's attack stat, the greater the move's power. Dus ik denk dat die power max de max is. 95. Oh. Ik denk dat Crunch... Maar ik denk dat Crunch beter is dan Faint Attack. Ja, oké. Dat wist ik. Maar Faint Attack wil ik er gewoon op hebben. Dat als iemand me gaat Sand Attacken, dat ik dan zo'n blues van... Okay. Hey, ik heb een Faint Attack. Okay, over. Ja, persoonlijk zou ik liever Crunch dan hebben dan Fall Play. Ja, nee, dat is te laat. Show, je kan ook niks. Oké. Okay. Oh, waterval. Oh, dit is wel een mooie stad, man. Fairy pot. Rare candy. Let's go. Let's go. Borgers, 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 borgers. Oké, okay, waar moet ik nu naartoe? Onderin de stad eruit. Oh, hello. Ja. Net toen je het zei... Hé, hey, Sycamore. Ik ken jou. Ik ken jou. Jij bent van die Pokémon... Pokémon Sun... Nee. X en Y was het volgens mij. Volgens mij hoor, maar... Ik niet zeker. Die jongen sport niet. Dacht ik. Ik weet het ook niet zeker. Maar als ik fout zit, moet je het gewoon zeggen. Was beter Flame Burst of Bug Bite? Qua power denk ik Flame Burst. Alleen... Ik weet niet wat je nog meer voor aanval hebt op die Poké. Slash en Amnesia. Mijn special attack is ook nog eens beter. Dus ja, dan ga ik sowieso voor Flame Burst. Maar Flame Burst is toch een fysieke aanval? Of niet? Nee, Flame Burst is special. Oh. Bug Bite daarentegen. Hoezo heb ik ineens Insomnia? Oké. Okay. Ik vind het best hoor. Ik doe er zeker niet moeilijk over. Synthesis. Oh, Venusaur, doe nou niet. Heb ik je dat gevraagd, Venusaur, toevallig? Nee, dat dacht ik. Dus waarom doe je het dan? Dat wil ik graag. Zie. Battle Dance. Nou, dat mag. Vooruit. Daar doe ik niet zo moeilijk over. Kilt hij zo je Pokémon? Nee. Nou, hij was wel op 17 HP. Je ziet me ook in de facecam niet echt heel blij kijken toen dat gebeurde, maar... Zo'n Blastoise. Ja, die ken ik wel. Oh, ik heb geen Grass type move natuurlijk meer, want mijn Shine Sprite is dood. Tja. Oh, ik heb Imoga, die niks kan. Maar goed. Dat kan gebeuren. Liever iets dan niets. Nou, is het dus wel niets. Dus hoe ik dat ga oplossen, ik heb geen idee. Kijk hoeveel Spark doet, hè. 5 level, oh. Dat is nog aardig eigenlijk. Ja, terwijl Spark helemaal niet zo'n goede aanval is. Dat deed de helft. En ik was 5 levels hoger. Oh, dus op zich was dat wel redelijk. Eigenlijk moet je Thunderbolt op proberen te krijgen. Ja, maar ja. Dan moet ik die wel krijgen of hebben. Heb je al gekeken of je die hebt, de TM? Minder zo. Nee. Nee, dat bedoel ik. Nee. Dat bedoel je niet. Per Blitz. Oh, en Imoga is dood. Shit. Nee. Maar hij is wel 27 HP. Het scheelde niet heel erg veel. Bijna niks. Oh, ik had geen Full Restore moeten doen, want als hij nu crit, dan is hij wel dood. Dat zou niet zo Fairy Pog zijn.
ik ga toch switchen. Naar zo'n Squirtle. Die schijnt wel goed te zijn. Naar zo'n ninja zeker. Ja, zo'n Blastoise, ja. Ja, hij heet Squirtle, maar dat is die perk nog steeds in de game. Gaat hij de game daar ook nog eens de schuld van geven? Ja, mijn Squirtle, die, toen die evolueerde, toen ging die niet War Turtle als naam krijgen. Of, nou, dat is heel raar. Ja, dat is super raar. Ja, dat snap ik echt niet. Oeh, hey, wat is wilde Zoroark? Echt? Sander, je kan straks een wilde Zoroark vangen. Dat vind jij toch een coole Pokémon? Ik denk kinda sus, man. Want hij is de imposter. Vermoeien. Ik heb in de video van vandaag, die vandaag online komt, heb ik de Among Us Pokémon gevangen. In Black and White 2. Ditto? Of Black and White Master Mode. Ditto? De Among Us. Oh. Ken je die? Die ken ik, ja. Die kwam net ook tegen. Een Among Us Pokémon. Die kwam net ook tegen Among Us. Ja, ja, precies. Dus hoe heb ik hem genoemd? Among Us. Oh, ik dacht en terecht 6. Ook. Nee. Magische poeder. Magische poeder. Kun je helemaal naar onder? De stad uitlopen, zeg maar? Of? Ja. En dan okay, moet je een beetje, een klein beetje rechts aanhouden en dan naar beneden. Je moet uiteindelijk over de brug, niet onder de brug door. Dat is even belangrijk om te weten. Dus ik moet niet naar links nu ik links en rechts kan kiezen. Ja, je moet niet naar links. Oké. Okay. Je moet zeg maar om dat stukje waar je zeg maar op die rotsen moet springen, daar moet je of doorheen of omheen zeg maar. Maar niet naar links in ieder geval. Oh, oké. Okay. Ik snap het nu eigenlijk nog geen hol van wat je bedoelt, yeah, maar dat zie ik straks wel. Straks als ik er ben, dan weet ik precies, oh, dit bedoelde ik. Als je over een hangbrug heen gaat, dan is het goed. Ja. Ja. Talman level 46. Hij leert entertainment. Oeh, die aanval wil ik ook ooit nog een keer leren. Ja, daar heb je nog wel wat aan te leren, ja. Nee, ik wil hem niet. Want het is een slechte aanval, volgens mij. Geld. Oké. Hoe ver zitten we al in deze aflevering? We zijn bijna klaar met deze aflevering. Ik wou net zeggen, ik heb het gevoel alsof ik al uren dit spel zit te spelen. Nou, 1 uur inmiddels. Ja, oké. Hey, ze Shelmet! Yay! Yay! Die vind ik wel leuk hoor. Het is juist niet dat ik hem dood heb laten gaan. En dat hij shiny ook nog eens was. Maar wel bijna. Oh wacht, ja, hij is dood gegaan. Ik ben klaar met... Hangbrug! Oh, wacht, wacht, niet doorlopen. Stop even. Want anders moet je straks... Oeps! Vermoeiend. Je zei het te laat. Je zei het echt te laat. Ik Oh, ik had op noop kunnen doen. Nee. Maar ik ben nu natuurlijk ook nog de gast die gewoon op A zit te spammen. Oké, laten we dan de aflevering wel beëindigen. Want je moet namelijk 3 gevechten achter elkaar doen. Oh, echt? Ja. Nou, dan... Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vind je Sander een beetje onhandig? Doe een duimpje omhoog. Vind je Sander cool? Ga dan naar zijn kanaal in de beschrijving. En doe een duimpje omhoog. En zie je heel graag weer in de volgende aflevering. Doe een duimpje omhoog. Adios, amigos. Jojo.